zijn hier bij een kinderdagopvang en we zijn bezig om zeg maar het startsein te kunnen geven van de papa en mama deal. Nou, dat is het gegeven dat de kindjes die hier zitten, dat die afspraken maken letterlijk via een klein contractje met de papa en mama om te bezien of ze veel veiliger in het verkeer richting school gebracht kunnen worden en vanuit de kinderopvang terug naar huis kunnen rijden. Kinderen, zoals je zelf wellicht weet, zijn wat dat betreft top en top eerlijk. En ze zullen zeker en vast de papa en mama wijzen op het feit dat ze samen een contractje hebben ondertekend. En als ze zien dat papa of mama de telefoon aan de oren brengt, dan zullen de kinderen daar zeker en vast iets van zeggen. Nou, ik wil het eigenlijk wel aangaan. Ik vind het eigenlijk wel, goed, denk ik, om deze deal te sluiten met mijn kind. Even dan een appje sturen. Ja, dat. Ik denk dat Sam daar zeker op gaat letten. Omdat het gewoon natuurlijk gewoon gevaarlijk is. Ik denk dan snel ook, doe heel even een appje. Het is zo makkelijk gedaan, denk ik al. Maar dat kan natuurlijk niet. De verwachting is een stukje bewustwording. Dus dat in ieder geval de ouders, in dit geval dus de papa en de mama, daadwerkelijk bewust worden van het feit dat als je met de auto en je hebt één of meerdere kinderen in de auto bij je, dat je echt let op de veiligheid in het verkeer. En dat je niet bezig bent met andere dingen, dus dat je niet bezig bent bijvoorbeeld met je telefoon. Nou, het is een actie die hier nu begint in Breda. En het is de bedoeling dat we door middel van deze startactie andere gemeenten, maar zeker ook andere kinderdagverblijven warm maken om met zo'n papa en mama deal aan de slag te gaan. Dus we proberen hier een goede start te maken, zodat we dat later in de regio uit kunnen rollen.